Pepijn van Houten is voor zijn ziektekosten klant bij FBTO. Pepijn houdt van mountainbiken, maar laatst ging het mis. Hij zag een bomwortel ietsje te laat en maakte een harde smart. Pepijn moest direct naar de huisarts. Die schreef medicijnen voor en verwees hem door naar een specialist in het ziekenhuis. Die heeft hem behandeld en nu moet Pepijn nog regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Daarvoor maakt hij gebruik van zittend ziekenvervoer. Hoe zit het nou met het verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico en eigen bijdrage? Oftewel, wat en hoeveel moet Pepijn zelf betalen? Het verplicht eigen risico is het bedrag dat je zelf aan zorgkosten betaalt voordat FBTO dat doet. Iedereen heeft zo'n wettelijk verplicht eigen risico. Dat is vastgesteld door de overheid en is dit jaar €385. Het geldt voor de meeste, maar niet voor alle zorgkosten. Het vrijwillig eigen risico kies je zelf. Je betaalt dan een groter deel van de eerste zorgkosten, maar de premie voor je zorgverzekering wordt lager. Terug naar Pepijn. Voor de huisarts geldt geen eigen risico. Voor de medicijnen die de huisarts voorschrijft wel. De medicijnen in dit voorbeeld kosten €80. Dit bedrag gaat van het wettelijk eigen risico van €385 af. De €80 betaalt Pepijn dus zelf en hij houdt voor de rest van het jaar nog een eigen risico over van €305. Pepijn maakt voor €200 gebruik van zittend ziekenvervoer. Hij moet het bedrag zelf betalen. Waarom? De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is €101. Dat is vastgesteld door de overheid. Dit bedrag wordt eerst verrekend. Het bedrag dat over is, €99, valt binnen het verplichte eigen risico van €385. In totaal betaalt Pepijn dus na zijn ongelukje 80 plus 101 is €181 eigen risico. Plus €100 voor de eigen bijdrage. Je betaalt eigen risico voor medicijnen, maar ook voor behandelingen in het ziekenhuis, zoals polyklinische behandelingen of een scan bijvoorbeeld. Je betaalt geen eigen risico voor zorg door je huisarts, zorg voor kinderen tot 18 jaar, hulpmiddelen die je leent, kraamzorg en verloskundige hulp, nacontroles van de donor na een orgaandonatie, verpleging en verzorging zonder verblijf, bijvoorbeeld wijkverpleging, en voor medische kosten die vallen onder je aanvullende modules. Eigen risico is niet hetzelfde als eigen bijdrage. Voor sommige zorg geldt zo'n eigen bijdrage. Ook hier zijn er weer twee soorten. De eigen bijdrage die is vastgesteld door de overheid en de eigen bijdrage van FBTO. Daarmee heb je te maken wanneer de prijs van je behandeling hoger is dan onze maximale vergoeding. Het verschil betaal je dan zelf. Meer over je eigen risico en eigen bijdrage zie je in Mijn FBTO. Jij kiest FBTO.